Ja, toen ik de Gouden Koets voor het eerst zag, dat was toch best wel heel bijzonder. Want ik zag hem 's nachts eigenlijk voor het eerst ingetakeld worden over de muren van het Amsterdam Museum. Op het moment dat die koets in de speciaal gemaakte behuizing kwam rijden, dat iedereen toen ook voelde dat er een historische tentoonstelling zou kunnen starten. Goeie vraag, goeie vraag. Als ik mijzelf voorstel in twee zinnen, dan zeg ik... mijn naam is Maurice Seleki en ik ben een verhalenverteller. Ik hoop dat de tentoonstelling rondom de Gouden Koets bijdraagt aan dialoog. Ik denk dat het feit dat wij als museum kunnen proberen om mensen wat te leren over de achtergronden van de koets, dat dat al heel erg belangrijk is. En dat mensen dan hun eigen ideeën en mening kunnen vormen, dat is eigenlijk ons doel. En wat we ook hebben gedaan, en daar zijn we nog steeds mee bezig, is dat we een mobiele onderzoeksinstallatie hebben gebouwd. En met die mobiele onderzoeksinstallatie gaan er eigenlijk allerlei steden in Nederland af om mensen te informeren over de Gouden Koets. Maar we vragen ze ook wat zij zelf over de Gouden Koets denken. En zij kunnen hun reacties achterlaten in video en in audio en op andere manieren. En wij verzamelen al die resultaten, al die onderzoeksdata op een website, goudenkoets.nl. En daar kan je het ook nu tussentijds bekijken.